Hoi, hoi allemaal, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor, van harte welkom op mijn kanaal. Vandaag wil ik graag een herfstboekje, een gelaagd boekje maken. Ik ga hem steken in een herfstjournal, maar is ook heel erg leuk op zichzelf. Om bijvoorbeeld op te sturen als happy mail of leuke fotootjes of iets anders in te steken. Ik ga gebruik maken van digitaal papier. Dit heb ik van Paper Omia's. Je kunt daar vinden op mijn Ko-fi. Ik zal proberen hieronder in de beschrijving een link te plaatsen van de shop. En de kit heet Autumn Bliss. Het zijn echt meer dan 80 pagina's. Ik heb alleen uitgekozen wat ik wilde gebruiken. En die 80 pagina tellende, hoe zeg je dat, pakket, kan je kopen voor $6. Dus nog minder dan €6 dus. Ik ga even laten zien welke ik heb uitgeprint. En ik heb ze ook aangepast in grootte. Want ze zijn hele A4 pagina's groot. Maar deze heb ik op 70% geprint. Omdat ik weet dat mijn boekje ongeveer 15 bij 15 gaat worden. Dus ik dacht ik ga uitrekenen welke breedte ik dan nodig heb. Hoeveel procent. En dat heb ik hier voor de 70% gekozen. Hele mooie herfstvogel. Of in ieder geval een mooie warme kleuren vogel met herfst eromheen. Dan heb ik deze pagina's op 83% uitgeprint. Mooie dubbele journal pagina's. Ik ga ze gebruiken als designpapier, dus ik ga ze niet, ik ga ze doorknippen straks. Maar je kan ze dus ook gewoon als dubbelgevouwen journal pagina gebruiken. Superleuk. Deze heb ik daarvoor uitgekozen. Deze vond ik heel erg mooi om in mijn project te verwerken. Oh, deze ligt op de kop. Deze met die leuke theepot. En een beetje watercolor-achtige tekeningen zijn het. En dan heb ik nog een uitknipvel erbij uitgeprint. Daar kan ik vast wel mee versieren, dacht ik. Deze journalkaarten vond ik heel erg mooi. Met mooie huizen en ook in de warme kleuren van de herfst. Ik vond dit echt prachtige plaatjes. Je kunt ze uitknippen als een postzegel. Maar ik denk dat ik gewoon even voor de gemakkelijkheid recht ga knippen. Want dit... heb ik even geen zin in. En ik had nog envelopje, labeltje en een pocket en tags. Die zaten er ook bij. Ik weet nog niet zeker of ik die ga gebruiken. Maar ik dacht ik print ze vast uit en dan zien we straks wel. Maar nu eerst gaan we aan de slag met de basis van het boekje. En daarvoor heb ik een scrapvel uitgekozen. Uit een van de oudere blokken van Craft Sensations van Action. 30,5 bij 30,5 vel. En die ga ik eerst even snijden op 30 naar keer 30. Het is een enkelzijdig vel. Dubbelzijdig kan ook. Maar ik denk dat ik de randen van de witte kant ga inkten. Ik ga natuurlijk toch met mijn designpapier, uitgeprinte designpapier, aan de slag. Oh, voor degenen die dat vast gaan vragen. Ik had geprint op mat fotopapier van 120 gram, dacht ik. Ja, 120 gram. Het ligt naast me liggen, toevallig. Geprint op normale intensiteit. Dus ik heb niet hoge kwaliteit of dat soort dingen gekozen. En dan krijg je dus die mooie, mooie warme kleuren. Nou is mijn vel 30 bij 30 centimeter. En dan ga ik hem eerst rillen op de helft. Dus op 15. In een kruis. Dus op beide kanten krijgt hij een rillijn. Van 15 en over zo ook van 15. Dus dan hebben we een kruis gerild op 15 keer 15. Aan één kant ga ik er, 2,5 centimeter ga ik er afhalen. Ja, ik denk dat ik 2,5 centimeter leuk vind. Die bewaar ik nog even, die ga ik straks nog gebruiken. En dan ga ik, hier is de 2,5 eraf, dus dat betekent dat deze nu 12,5 zijn en deze 15. Bij die van 15 ga ik de middenlijn doorsnijden tot aan het kruispunt. Dus dat die twee vierkanten van 15 keer 15 los zijn van elkaar. Klein beetje. Ja. Die zijn los. En dan ga ik één van die twee, vouw ik deze even aan de kant, ga ik ook nog een rillijn geven op 5 centimeter. Zo, vouw dat mes aan de kant op 5. Dus nog één keer. Ik had een
vel gesneden op 30 bij 30 centimeter. Gerild op 15, een kwart gedraaid en weer op 15. Dan een strook afgesneden van 2,5 centimeter. Daardoor heb ik dus twee vakken van 12,5 bij 15. Deze twee. En twee vakken van 15 bij 15. Bij de kant van 15 bij 15 door het midden snijden tot aan het kruispunt. En dan hier nog een rillijn van 5 centimeter die ik straks die kant op, ga gebruiken als pocket. Nu moeten we hem vouwen en dan moet ik even over nadenken. Hoe was dat ook alweer? Ja, volgens mij weet ik het nog. Ik had hem al eens eerder gemaakt. Dus ik moest even nadenken, maar we gaan hem eerst dubbel vouwen. De 12,5 over die van 15 keer 15. Dan vouwen we hem omhoog. Even over elkaar heen. En dan deze pocket. En dan heb je dus allemaal leuke laagjes. 1, 2, 3. Deze gaan we natuurlijk mooi beplakken straks. Hier ook. We hebben zo'n mooi papier. Ik denk dat dat hier ook wel komt. Dus dan zet ik straks, als ik dat gedaan heb, want nu kan dat nog niet, dan kan ik het designpapier niet meer mooi plakken. Hier een beetje lijm, hier een beetje lijm. Hebben we een mooie side pocket. Hebben we hier een mooie pagina. Deze, die ga ik, daar moet ik even over nadenken. Ik kan kiezen om hem hier sowieso langs de vouwlijn een randje lijm te geven. En hierboven, dan heb ik hier ook een side pocket. Of ik ga hem aan beide zijkanten en dan heb ik een diepere, hoge pocket. Dan moet ik even bekijken. Dat ga ik ook pas op het laatste doen. Hier kunnen we natuurlijk leuk versieren. En deze strook, daar wil ik nog misschien een bellyband van maken. Dus daarom wil ik hem nog bewaren. En dan hebben we hier ook weer een pagina en een mooie achterzijde. Ik ga even wat inkt pakken, want ik wil graag die witte zichtbare zijde achter en voor. Ook even met dat er wat inkt, wat donkerder is. Vind ik mooier passen bij het papier. En dan kunnen we daarna lekker gaan versieren. Nou, mijn Groundlex Espresso. Die stress inkt en daar kan ik wel mooi die randen mee beinkten. Zo, voor de rest van de video zet ik een muziekje voor je op en ga ik gewoon lekker op mijn gemakje hem in elkaar zetten. En dan kan je met mij meekijken als je dat leuk vindt. En anders heb je hier een hele leuke tutorial van de basis van het boekje en kun je zelf aan de slag als je dat leuk vindt.
Nou, en zo is die uiteindelijk geworden. Eigenlijk heeft hij niet zo superveel nodig met dat mooie papier. Maar ik dacht, ik ga toch nog wel wat tags en leuke plaatjes plakken. Ik heb dit label gemaakt. Ik vond de labels een beetje licht ten opzichte van die hele mooie warme kleuren. Dus ik heb eigenlijk de mooie plaatjes met de dames gebruikt om mijn labels te versieren. Er was ook nog een hele mooie pagina. Daar heb ik de quotes uitgeknipt. Die had ik nog niet geprint, maar dat heb ik nog even tussendoor gedaan. Vind ik toch wel net even afmaken. Dus hier heb ik Cozy gebruikt in hele mooie warme kaneelbruine kleur. Een beetje een peachachtige kleur heb ik hier Autumn uitgeprint en uitgeknipt. En een dennenappel en een mooi herfstblad erop. Ik had ook nog van die zelfgemaakte oude tape. Dus gewoon plakband. Wat ik dan met alcohol inkt. Daar heb ik wel eens een video van gemaakt. Hoe ik dat heb gedaan. Ingezet. Die lag er nog. Dacht van, dan kan ik nog even wat extra's meegeven. Ik vond het ruggetje niet zo mooi. Met zo'n... hoe zeg je dat? Dus dat natuurlijk omdat we dit op elkaar hadden geplakt. Zo'n gleuf in. Heb ik mooi met een kantje afgewerkt. En dan... hier heb ik eigenlijk niks aan gedaan. Super mooie afbeelding al. Oh ja, alleen dan zo'n tapeje opgeplakt. Hier nog een extra uitgeknipt. Ook van een knipvel. Een van de knipvellen, want er zijn er meerdere van. Uitgeknipt. En hier ook weer een tekstje. Een kaart gemaakt voor erin. Heb ik helaas met mijn inkt op het mondje geknoeid. Maar goed, dat maakt niet uit. En twee mooie afbeeldingen erop. Afgewerkt met reinforcers, omdat ik het een beetje saai vond dat er nog net even wat gebeurt, maar niet te veel aandacht trekt. En die kan dan mooi hier in mijn zijpocket. Dan hebben we hier een hele mooie afbeelding. Maar ik dacht, ja, ik wil nog wel iets hebben waar ik nog wat in kan steken. Zoals zo'n mooi label wat ik nog heb gemaakt. En heb ik met acetaat een pocket gemaakt die ik ook weer versierd heb met een uitgeknipte die-cut en twee plakbandjes. En hier hebben we de bellyband waar ik twee van die mooie kaartjes onder had gedaan. Die vond ik een beetje wegvallen in de achtergrond. Dus heb ik besloten om ze te matten op een oud designpapiertje wat ik nog had liggen. En hier heb ik met een stukje gaas, wondgaas, wat ik ooit gekleurd heb met de Distress, hoe heet die ook alweer? Rusty Hinge. Bijna goed, hè? Maar Rusty Hinge. En daar zit weer een leuke van het knipvel het eekhoorntje op. Die schattige. En ja, dan die prachtige achterkant. Ik vond die... daar heb ik niks aan gedaan. Die vind ik zo gaaf. Die laat ik zo. En dit kan je natuurlijk leuk opsturen als happy mail voor de herfst. Of je kan er natuurlijk wat ik ermee ga doen in het journal steken. En ik hoop dat jullie het een leuke inspiratie vonden. Leuk vonden om naar te kijken. En neem vooral eens een kijkje op de coffeeshop van Paperomia. Waar deze mooie Autumn Bliss, zo heet die, te vinden is. 80 pagina's, dus nog veel meer dan dat je hier nu bij mij hebt gezien. Voor maar $6, dus minder dan €6. Heel veel plezier als je gaat kijken en gaat knutselen. Tot de volgende keer. Doei doei!